Waypoint is natuurlijk vooral bekend van de systemen voor vrije tijdsnavigatie, toestellen voor fietsen, wandelen en motorrijden. Maar natuurlijk verkopen we ook autonavigatiesystemen. Daar besteden we iets minder aandacht aan, maar er is misschien nu wel aanleiding om daar een uitzondering voor te maken. En dat komt door de komst van de Nuvi 3760T. En dat is een toestel waar we met z'n allen toch wel erg enthousiast over zijn. Ik zal hem even stiekem laten zien. En dan met name de zijkant. En vergelijk die zijkant met deze pen. En je ziet om te beginnen dat dit het meest platte navigatiesysteem is dat er überhaupt bestaat. Kijk ik aan de voorkant, dan heb je het gevoel dat het een iPhone is. En de achterkant, dan zie je dat het toch echt een Garmin is. Super plat en compact apparaatje, met bovendien een scherm wat uitmuntend afleesbaar is in zonlicht. En dat maakt hem ook wel extra aardig. Daarnaast zien we in dit toestel een hele hoop kwaliteiten verenigd die Garmin in de loop der jaren altijd al heeft gehad, maar gaandeweg weer weggelaten heeft, teruggezet heeft enzovoort. En die komen bijna allemaal in dit apparaat terug. Onder andere het feit dat als je het toestel zo houdt, dat je dan een liggend beeld hebt en als je hem kantelt, dan is het een staand beeld. En dat is juist wel heel aardig, omdat je bij het wandelen het toestel liever op die manier in de hand houdt dan op die manier. Als voorbeeldje, maar ook dingen als instelbaarheid van datavelden enzovoort zijn allemaal teruggebracht in dit apparaat. Bovendien ook het aantal modernere toepassingen, enkele zelfs heel erg nieuw. Moderner in de zin dat er bijvoorbeeld handsfree mee getelefoneerd kan worden, mits je een Bluetooth telefoon hebt. Maar ook zaken als geavanceerde verkeersinformatie, TMC. TMC ook van de lokale wegen. Bovendien gebruikt hij ook historische verkeersinformatie, dat hij weet, in de loop der jaren is dat verzameld, hoe laat, wanneer, hoe snel gemiddeld gereden wordt. En sterker nog, hij onthoudt zelfs wat voor rijgedrag jij zelf hebt. Enfin, al met al een heel pakket, waardoor dit een uitermate compleet en ook nog eens een keer bijzonder mooi toestel is. Laten we hem eens van naderbij gaan bekijken. Nou, hier zien we dan dat scherm van die Nuvi 3760T. Voor de mensen die Garmin kennen, niks bijzonders. En voor de mensen die Garmin niet kennen, eigenlijk ook niet. Want het is heel simpel. Twee grote knoppen. De een zegt waarheen. Daarmee kun je vertellen waar je heen wilt. En de ander zegt bekijk kaart. En daarmee kun je drie keer raden de kaart bekijken. En als je dat dan doet, dan zie je je eigen positie weergegeven op die kaart. Maar je kunt ook nu met die kaart gaan werken. Je kunt eenvoudig, het is een touchscreen, het scherm aanraken en op die manier uitzoomen. Het aardige is, het is een scherm waarmee je dus ook door je vingers uit elkaar te schuiven of juist naar elkaar toe, kunt in- en uitzoomen. En dat kan erg makkelijk zijn als je zegt van nou, ik weet niet precies waar ik naartoe moet zijn, maar laat ik om te beginnen maar eens richting Kleef rijden. En dan zien we dan wel verder. Zo eenvoudig is het om een bestemming in te voeren. Het hoeft geen adres te zijn. Het mag ook gewoon een punt zijn wat je aanwijst op de kaart. En straks zullen we nog wel zien dat het in een aantal toepassingen heel erg leuk kan zijn om dat te gebruiken. Voor dit moment niet zo belangrijk. Hij is nu die route naar Kleef aan het berekenen. En daar is hij nu klaar mee. En het goede nieuws is dat er onderweg naar Kleef geen files staan. Want het fileinformatiesymbooltje linksboven, dat is groen. En dat betekent dat de wegen filevrij zijn. Maar wat nu als ik zeg ik wil hier vandaan naar onze vestiging in Heer Hugowaard. Ik ga hier terug. Ik zal deze even stoppen als route. Ik zeg waarheen. Ik zei het net al, heel logische knop. En nou ja, dan moet ik een adres invoeren. Ik kan natuurlijk ook op zoek gaan naar een hotel of iets dergelijks, of een parkeerplaats in de buurt. Maar in dit geval kies ik voor een adres. Ik kies voor spelplaatsnaam en ik toets in de letter H. En het bijzondere is nu dat er meteen Heer Hugowaard boven in beeld komt. Hij heeft als het ware geroken waar ik heen wilde. Want er zijn toch wel meer plaatsnamen die met een H beginnen. Nou komt dat simpelweg omdat ik de plaatsnaam Heer Hugowaard al eens eerder heb ingevoerd. Dat onthoudt hij en dan helpt hij me dus bij de invoer van een plaatsnaam. Hé, bedoel je die soms? En inderdaad, die bedoel ik. Dus die kies ik ook. En hetzelfde geldt voor de straatnaam. Dudokweg, die kent hij ook nog steeds. En zelfs voor het nummer 13 heeft hij aan alleen de 1 voldoende. Vervolgens druk ik weer op ga
en berekent hij de route, in dit geval naar een ingevoerd adres. En eigenlijk, in essentie, is dat het meest eenvoudige wat er is. Zo snel mogelijk van A naar B. Nou, meer dan dat is het niet. Daar heb je geen cursus voor nodig. Alsjeblieft naar de gemarkeerde route. Er kan echter nog veel meer met het apparaat. En het meeste daarvan laten we in de volgende video zien. Toch daarop vooruitlopend nog eventjes deze aardigheid. Als ik hier op die blauwe balk tik, dan kan ik hier zien de textuele weergave van de afslagaanwijzingen die ik nog kan gaan verwachten. En als ik daar dan op tik, dan zul je ook zien, kijk bijvoorbeeld in dit geval, dan laat hij precies zien de borden boven de snelweg. Want ook dat is van belang. Iedereen kent het voorbeeld wel. Als je na een lange vakantierit ergens in de omgeving van Milaan in een paar seconden moet besluiten of je links aanhoudt of rechts aanhoudt. Nou ja, dat komt de sfeer in de auto vaak niet ten goede. Nou, je moet al een aardig blind paard zijn als je op deze manier nog verkeerd zou gaan rijden. Tot zover deze korte video over de Nuvi 3760T. Kort, het is nog een experiment, een video als deze. In het najaar hopen we daar meer mee te gaan doen. Zowel om toestellen te demonstreren als ook om uit te leggen hoe ze best te gebruiken. Niet alleen de toestellen, maar ook de software. Op dit ogenblik is het vakantietijd. Ook ikzelf, Waypoint blijft gewoon open. Ikzelf ga over een weekje op vakantie en dan gaat uiteraard die Nuvi mee. Niet alleen de Nuvi, maar die wordt ook voorzien van de motorkaart. Want ook al ga ik dit jaar met de auto, ook voor vakantie is zo'n motorkaart natuurlijk heel erg leuk. En is het leuk om juist die snelwegen eens een keer te vermijden. Anders sta je ook voor je lunch in de rij bij zo'n zweterig wegrestaurant waar je veel te veel betaalt voor een veel te slappe bak koffie. Pak je dan die motorkaart op een paar trajecten, dan vind je in één keer de allerleukste kleine dorpjes en ben je in één keer onder de platanen op een pleintje aan het lunchen en is je vakantie ook onderweg al begonnen. Afijn. Gaat u nog op vakantie, dan alvast een hele goede vakantie gewenst. En hopelijk tot spoedig ziens bij Waypoint.